Deze kunnen er ook af trouwens, hè? Hier, ja, nee, dat zei ik al. Ja. Peter, VR is een ding. VR is een ding. Dit is Peter. Hoi, ik ben Tom. Dit is Gamers Net Gear. En vandaag bespreken we de Plantronics Rig V4 VR. Hè? Ja, het is een naam met meerdere betekenissen. Want hij is niet alleen voor de PlayStation 4. Hij is ook nog eens 4 voor VR. Dus voor ja. VR. Ja, ja, dus okay. Hij is, ja, je maakt het nu heel moeilijk. Maar ja, zo nee. Moeilijk is het nou ook weer niet. Nee. Jij bent dus... Kom in Brabant, kom die in je uitspreken. Het is gewoon, I don't know. Voor VR. Ik zat erover na te denken, in het Engels werkt het fantastisch. Maar een Nederlander die hem in de winkel ziet, is iets van, ah, 4 VR. En dan, oh, oké, ik snap hem. Ja, voor VR. Ja, oké. Ja. Nou ja, spreekt voor zich. Is eigenlijk het Rig 500 model, wat jij heel vet vindt, maar dan... Let op, ik heb hem hier. Dit is, check even de oude Gamers Net Gear over de Rig 500 H. En dat is deze. Dit is mijn go-to headset, nog steeds. Niet om te streamen, want de audio outgoing is niet zo goed. Maar voor naar binnen is het heerlijk, want hij is licht. Hij kan niet kapot, want dit hoort namelijk. Het is gewoon om te verstellen. Het zou zo mooi zijn als je nou echt een gewoon breed. Gewoon in tweeën. Hij kan niet kapot en hij heeft gewoon echt goed degelijke audio voor een hele mooie prijs. Ja, en dat dus legt Peter dus allemaal uit in die Gamers Net Gear, dus die mag je zeker terugkijken. Dat is even de geschiedenis. Ja. Want dit is eigenlijk dezelfde headset. Dat is de lore, ja. De origin story. De lore van de 4 VR's is dat. Ook. Maar, het is canonized door Plantronics. Ja. Maar luister, dit is namelijk dezelfde headset, alleen hij heeft wat features die het makkelijker maken om voor VR gebruikt te worden. Want zo'n headset, het is nogal een ding. Ja, want natuurlijk, als je zo'n VR-headset op hebt, dan zit je al een beetje covered up. Maar ja, wat wel nodig is als je in de virtual reality wereld treedt, is natuurlijk ook fatsoenlijke audio op je doppen. En dit model is er dus zo voor gemaakt dat het perfect hier overheen kan en nog steeds comfortabel zit. Ja. In hoeverre is dat zo? Ja. Ja, nou ja, ik ben groot fan van de 500, Rig 500 die je net zag. Maar die kan eigenlijk nog makkelijker op deze headset van PlayStation dan de die ervoor gemaakt is. Dus het werkt averechts. Ja, want de schelpen van die zijn groot. Dat is het grootste nadeel van deze zijn de schelpen. Die zijn gewoon dus klein. Die zijn zo langwerpig. Ja, dus je moet je echt je oren er zo... Kijk, je zit als flappy zit je erin. Want ze zijn smal. Snap je? Je zit zo... En bij die andere is het gewoon prima. Die zijn groot. Maar dus deze, ik snap het idee niet zo goed erachter. Ik zie wel dat deze, zeg maar, kussentjes rondom de oren zijn wel, lijken wel dieper te zijn. Ja. Nee, maar als ik zo kijk naar de oorschelpen, gewoon los van de hele headset, dan zou ik denken dat dit, zeg maar, een koptelefoon is voor kinderen bijna. Ja. Dat is dus niet. Nee, want deze headset heeft veel grotere schelpen. En ja, heel eerlijk, deze zit ook beter op de VR-headset dan die. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Ik kan het niet anders zeggen. Deze zit gewoon ruimer, comfortabeler dan die over de PlayStation VR. Ik gebruik deze. Dit is mijn favoriete headset ever en hij kan overal op. En ze maken er iets voor. En deze biedt hem gewoon. Tientje goedkoper. Dit is ook echt meer prijs. 60 euro, 50 euro. Maar verschilt er nog iets in de drivers of zo? Werkt dit beter met spatial awareness? Dat je beter weet waar je bent? Wat natuurlijk wel heel handig kan zijn in VR. Nee, maar dat is juist heel erg een VR-dingetje. Als jij je Apple-dopjes of wat voor dopjes koopt voor 10 euro... En je gooit ze in je PlayStation VR, dan heb je al meer... Kijk, het barbershop-filmpje op YouTube, dat werkt ook met welke headset je ook gebruikt. Dat is gewoon de manier waarop de audio door de studio wordt opgenomen. Dat is in VR al. De grootste stap voor VR is niet alleen VR, maar is ook heel erg de audio. Als je gewone Apple-oordopjes in je ding doet, dan denk je ook al, what the fuck, waar komt het geluid vandaan? Want dat is gewoon een VR-dingetje. Maar je hebt natuurlijk ook wel drivers die toegespitst zijn dat die spatial awareness beter is. Want ja, je kunt ook met de simpelste oortjes kun je dingen om je heen horen, maar de afstand en zo, dan kunnen ze wel tweaken dat het beter is. Maar dat is dus in dit geval ook niet. Nee, je plugt hem gewoon in, want het is gewoon, via jack gaat het gewoon headset in en daar pak je het geluid. Nee, snap ik, maar ik bedoel, in de drivers kunnen dus met de treble en de bass kunnen ze zo tweaken dat, nou ja, oké. Het is plug and play. Dat is dan wel echt heel jammer. En dan was er nog iets. De outgoing audio die moeten we ook nog even testen. Want dat is het grootste nadeel van beide headsets. Hoezo? De microfoon is gewoon prut? Of wat, nee, het is niet prut. Het is wel oké, maar je moet er niet mee willen streamen. Het is gewoon goed. Nee, maar goed. Als je wil streamen moet je eigenlijk sowieso zo'n condensator microfoon ophangen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een dingetje. Maar goed, we kunnen gaan... Niet bij trusten. Nee, dat is een goed punt. Jij hebt een headset die daadwerkelijk fatsoenlijk klinkt. Maar oké, dan gaan we door met denk ik een microfoontestje van de Rig 4 VR. Yo, hallo en welkom bij deze audiotest van deze Plantronics headset, de
4 VR. Dat is inderdaad lastig. En zoals je hoort, zit er ook noise cancellation op. Dat is wel handig als je niet praat, dat je dan ook even niks meer hoort. Dat is wel handig tijdens computerspelletjes. En ook heel handig, het ding kan er ook af. Als ik het ding er nu afhaal. Hoi, daar ben ik weer. Welkom bij deze noise cancellation headset ding test. Kunde. Nou ja, goed. Het klinkt zoals heel veel microfoons. Gewoon oké voor tegenover elkaar te gamen of tegen elkaar te gamen. Maar niet voor meer, zeg maar. Maar dat is het ook helemaal niet voor bedoeld. Daar is de prijs ook niet naar. Laten we eerlijk zijn. Hoe duur is het ding? Het is een 60 euro, rond de 60 euro heb je die headset te pakken. Ja, en die is dus 50. Ja, dus deze die oude rig is 50. Oké. Okay. En maar deze, dat is jouw bottom line, van ga dan voor die voor 50 euro. Dat is zeker mijn bottom line. Ja, want ja, maar kijk, weet je, het is de, eigenlijk wat het dichtst bij een officially PlayStation licensed. Hij is ook officially PlayStation licensed, hè? Ja, dat staat overal dus, mooi PlayStation. Ja, dus als je kijk, er zijn mensen die gaan daar echt gewoon stuk op. Die willen dat gewoon. Dan moet je deze gewoon halen, want hij past ook mooi bij een VR set. Dan geef ik dat toe. Ja, nee, oké. Okay, allebei wit. Het kleurgebruik hebben ze wel leuk op elkaar ingespeeld. Het ziet er gewoon prima. Het super handig ook. Er zitten twee snoertjes bij. Dus één lange voor als je game met je controller. En één korte voor bij je headset. Dat super handig is. Want dat betekent niet dat die snoeren. Er zijn al heel veel snoeren met zo'n headset natuurlijk. En daar heb je dan absoluut geen last van. Oh, okay. Dat hebben ze slim gedaan. Dit is dus gewoon los te maken vanaf hier. Dat kan bij deze natuurlijk niet. Deze is altijd lang. Dus dat is wel een klein voordeeltje. De audio is goed. Qua bas kan het iets beter. Maar daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel last van. Vooral hoge en treble is gewoon prima. Maar nogmaals, ja, hetzelfde als de iets goedkopere. En deze, ja, hij past oprecht beter over de headset. Hè. Ik snap het niet. Hebben ze heel goed over nagedacht. Hebben ze allemaal wetenschappers opgezet van hoe laten we het beter over de headset heen passen? Dat vraag ik me dus oprecht af. Ik snap het wel. Ik bedoel, de VR komt eraan en dan is het fijn als je een VR-licensed headset hebt. Ja, want dit model hebben ze ook al echt volgens mij nog voor de afgelopen E3 aangekondigd. Dus ze waren er wel heel snel bij, maar dan lijkt het dus een beetje alsof de tests ervan... En het is ook geen straf als je deze hebt in plaats van die, want zoveel verschilt het ook niet. Alleen, nee, het is gewoon... eigenlijk hetzelfde en deze past iets beter op het set. Ja, die is dus gewoon 10 euro goedkoper. Dus ja. Nou goed, daarom kijk jij Gamer dit keer, denk ik. Dan weet je dat je gewoon voor een oudere headset moet gaan als je met VR wil gamen. Als je met ook, VR gamet. Ook zonder VR trouwens, want deze kan altijd. Ja. Nou, is dit een duidelijk verhaal? Wil je nog iets weten? Ik vind het kei duidelijk. Ik wil deze kunnen er ook af trouwens, hè? Hier ja, nee, dat zei ik al. Ja. Tot volgende week.